Sophie van Oudven, de Belgian Red Frames hebben deze week 2 keer geoefend tegen Rusland. Jij stond in goal. Was je verrast? Ja, ik was toch wel verrast. Nu, het had ook te maken met mijn ziekten en dat speelt altijd wel mee dan. Maar ik was heel blij dat ik die kans heb gekregen om mij meer in te werken in de groep en het matchritme op te doen met deze ploeg. Dus, ja. Ja, want het was al een tijdje geleden, hè? Het was al even geleden. Ik durf zelfs niet echt op antwoorden hoe lang al. Augustus vorig jaar of zo, denk ik. Dus ik was ook wel verrast en dat heeft wel goed gedaan om onder de lat te staan. Ja. Rusland, een moeilijke tegenstander? De 2 wedstrijden waren voor de verdediging wel heel verschillend. Mm-hmm. De 2e wedstrijd vond ik persoonlijk veel moeilijker dan de eerste. Ze hebben ons natuurlijk ons al wel leren kennen. Ze hebben zich daarop aangepast, zich hoger gaan plaatsen, dat uitvoetballen nog moeilijker werd. Mm-hmm. Zonder per se op mij druk te zetten, maar wel die speellijnen eigenlijk af te snijden. Dus het is toch geen gemakkelijke ploeg. Maar heel veel werk heb ik toch ook niet gehad. Ja. En dan het vervolg voor jou met Genk. Hoe ziet dat eruit? Ja, ik kijk er naar uit ook wel. Ik ben hier heel graag bij natuurlijk. Maar ik kijk er ook weer naar uit om met de club verder te werken. Wij hebben volgend weekend spijtig weer een bye. Mm-hmm. Maar dan de dinsdag daarna is de bekerwedstrijd op Massenhoven. Dus dan gaan we daar voor de volgende ronde gaan. Hè. Ja, niet eenvoudig, hè, Massenhoven in de beker? Ik heb er al van gehoord, ja. Dat is een knokkersploeg. Die ook wel collectief er staan. Denk dat is eigenlijk alles wat ik ervan weet, maar dat is in voetbal al heel veel. Hè. Ja. Dus ik kijk er naar uit, ja. Ja. En dan tenslotte, begin november, 8 november, komt die loting eraan voor de Belgian Red Frames. Ga jij ook voor je scherm zitten of voor de computer om te zien tegen wie dat jullie daar eventueel spelen? Ik weet niet juist hoe laat het is, maar ik ga het wel zo kort mogelijk opvolgen. We weten al tegen wie we niet gaan uitkomen, maar belangrijk is tegen wie wel. Ja. Dus dat gaat een hele spannende dag worden. Ik ga het zo snel mogelijk bekijken, alleszins. Ja. Ja. En heb je een voorkeur van ploeg dat je eventueel liever niet ontmoet? Goh, ik denk... Nederland speelt thuis voor heel veel publiek en dat zal denk ik toch altijd wel... als ik kijk wat veel publiek voor ons kan doen, gaat dat voor hun hetzelfde zijn. Maar als ze in onze loting zitten, dan is het ook zo. En dan gaan we er ook los voor, natuurlijk. De openingsmatch of zo. Zou dat niet leuk zijn? Ja, het zal altijd wel leuk zijn, inderdaad. Maar ja, we zullen dat dan wel zien, hoe dat loopt. Oké, ik dank je. Veel succes. Dank je wel. Dank je.